Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza op deze regenachtige zaterdag 25 augustus. Er trekken flinke buien van west naar oost over het land, daarbij kan soms ook onweer en hagel voorkomen. Alleen in Zeeland is het wat vaker droog. Er staat daarbij een stevige west- tot noordwestenwind, die aan zee soms krachtig is. In de middag breekt de zon wat vaker door, het wordt dan 16 tot 18 graden, maar in een bui kan de temperatuur tijdelijk dalen naar 10 tot 12 graden, dus dat is best wel fris. In de avond wordt het geleidelijk droog, zodat er vannacht alleen in het noorden nog een bui valt. En bij minima van 6 tot 10 graden is het misschien tijd om weer een warmer dekbed te gebruiken. Morgen is het rustiger weer, het wordt dan 18 tot 20 graden en het is vaak droog. Maar langs de westkust valt later op de dag wel weer wat regen. De wind neemt af naar zwak tot matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Na het weekend lopen de temperaturen geleidelijk weer wat op, naar 20 tot 23 graden. En er blijven her en der buien vallen, soms ook met onweer. Maar dinsdag ziet het er wel uit dat het waarschijnlijk overal droog blijft. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.